video op mijn kanaal. Vandaag heb ik alweer een naked show vlog voor jullie. Dit keer misschien een beetje vroeg, voor mij is het nooit vroeg, met herfstkleding. Ik heb op Naked een bestelling geplaatst van 400 euro. En ja, het is best wel vooral gericht op de herfst. Omdat ik dacht, het wordt toch geen zomer hier meer in Nederland. En al wordt het nog even een paar dagen zomer, dan heb ik echt nog genoeg kleding liggen in mijn kast die ik daarvoor kan gaan aandoen. Dus ik dacht, ik kan maar beter gewoon alvast herfstkleding halen. Dus bij deze een herfstshopblog. En voor mij is het ook nooit te vroeg, hè. Voor we gaan beginnen met deze shopblog heb ik nog een superleuke kortingscode voor jullie. Want met de code DELVER20 krijg je 20% korting op alle items van Naked. Dus niet alleen de items die ik laat zien, maar op de hele site. Gewoon alles. De kortingscode die zet ik in de beschrijving neer. En ook alle linkjes van de items die ik ga laten zien, die zet ik ook in de beschrijving neer. Dus check dat even aan het eind van de video. En dan zou ik zeggen, veel plezier met kijken. Laten we snel beginnen. Doe dat duimpje omhoog als jij zin hebt in deze video. En als jij al een beetje zin hebt in de herfst. Ik wel. En abonneer op mijn kanaal, maak je me heel erg blij mee. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Dat is @floordelver. Genoeg zelfpromotie. Laten we beginnen met de unboxing. Nou, ik heb deze items opgestuurd gekregen. Dus dankjewel Naked. Oké, ik heb dus voor 400 euro een bestelling mogen plaatsen. En daar ben ik ook echt heel erg dankbaar voor. En ik heb vooral items gekozen die ik dus nog niet echt had. En die ik gewoon echt wel nodig had. Dus laten we snel beginnen. Ik begin gewoon met een item die ik gewoon ook al echt heb aangehad op mijn eigen feestje. Ik ben natuurlijk 19 juli was ik jarig. En op dat moment zat ik in quarantaine. Dus mijn feestje is een beetje verlaat. Dus afgelopen weekend heb ik mijn feestje gehouden. En toen had ik deze broek aan. En ik heb echt heel veel complimentjes over gekregen. Dus ja, echt heel blij mee. Hij zit ook echt perfect. Het is namelijk zo'n wijde pantalon. En dan in zo'n mooie linnen stofje. En dan zit er een beetje een wit structuurtje doorheen. Het is echt een prachtig mooi stofje. En echt een mooi kleurtje. En wat ik wel grappig vind is dat de knoop dus niet symmetrisch loopt. Hij zit wat meer naar links toe. En dat vind ik zelf wel heel grappig. Ik ben 1,69 en hij zit bij mij echt perfect. Dus ja, echt super. Ik heb hem in een maatje 36. Ik heb altijd van broeken maatje 36. En bij Naked bestel ik ook altijd mijn broeken in een maatje 36. Dus dat is deze geweldige pantalon. Helemaal blij mee. Deze broek die kost €55,95. En de prijzen die ik opnoem die zijn dus zonder de kortingscode. Dus dit is item 1 en dan ga ik jullie nu laten zien hoe het staat en of ik hem pas. Ik pas hem dus, want ik heb hem aangehad. Maar jullie gaan het nu zien. Ik ben ondertussen even mijn haar aan het doen. Maar ik ben echt verliefd. Oh, ik wou zo doen. Hier zit de zak. Op deze broek. Ik doe hem nu vanavond aan. Ik geef vanavond mijn feestje voor mijn eigen verjaardag nog. En ja, ik denk dat dit de outfit wordt. Maar hij is echt zo leuk, de broek. Hij is lekker hoog. Zit wel een klein beetje wat losser. Hij had net wat strakker zo mogen zitten. Maar op zich prima. En dan heeft hij dus hier dat knoopje niet terecht boven. En voor de rest is hij dus lekker wijd. Wat ik echt heel erg mooi vind. En gewoon echt de perfecte lengte voor mij. En ook de achterkant zit echt heel erg mooi. Dus met deze ben ik echt heel erg blij. Het volgende item is iets wat ik echt nog nodig had. Ik heb namelijk echt heel veel blazers. Ik heb witte blazers, beige en leer in het zwart, zeg maar. Maar nog geen normale zwarte. Dus het werd tijd voor mij dat ik ook een normale zwarte blazer, ja, in mijn kast ga toevoegen aan mijn collectie, zeg maar. Dus dit is hem. Ik vind de blazers van Naked echt super fijn. Ik heb eigenlijk al mijn blazers van Naked en van de Zara. Maar ik heb hem dus nu ook in het zwart. Hij heeft wel schoudervulling, maar dat vind ik zelf wel mooi. En hij is ook heel erg groot trouwens. Echt huge. Welke maat heb ik hem? 36. Ja, deze had ik eigenlijk wel in de 34 kunnen doen, want hij is echt super, super, super groot. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die staat als ik hem aan heb. Maar misschien is dat ook wel heel erg leuk. Ben ik overbelicht? Ja. Oké, ik denk dat het zo goed is. Ik heb ook mijn bril niet op, ik zie niks. Maar in ieder geval deze blazer dus. Gewoon een basic zwarte blazer. Geen gekke poespas dingetjes. Twee knoopjes. Nepzakjes. Je gaat het beter zien tijdens de aanbeelden. Ah! Oh, pardon. Deze. En er zit hier trouwens aan de achterkant nog een kleine split. Maar ja, ik vind hem wel leuk. Ik heb hem dus in een maatje 36. Wel een beetje groot. Want topjes en truien en zo bij Naked doe ik eigenlijk altijd in een 34. Omdat dat best wel groot valt. Maar ik heb hem in een 36 gedaan.
Deze kost €77,95. Ik heb dus allereerst de blazer aan. Ik heb er een pyjama broekje onder, dus denk niet, wat zit je daar bloot? Maar er zit een broekje onder. Maar ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik zou er zelf dus gewoon een spijkerbroek onder doen. Dus gewoon iets langs, een lange broek. Maar ja, had ik even geen zin in. Dus dit is de blazer. Hij zit echt super mooi. De pasvorm is echt heel erg mooi. En als ik hem open heb, dan zit hij ook gewoon heel mooi qua model. Dus echt een perfecte blazer als je het mij vraagt. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik een topje besteld in het roze. Hoe schattig is dit kleurtje? Ik vind roze heel erg leuk. Maar dit weekend geef ik ook weer een feestje. Een klein feestje voor vriendinnen. Uit Nijverdal, zeg maar. En dan heb ik als... voor mijn verjaardag nog. En dan heb ik als thema pink cocktail party. Dus ga ik allemaal cocktails en zo doen. En dan moet ik ook iets roze aan. Dus ik heb twee roze dingen besteld in de hoop dat iets me gaat passen. Zodat ik iets daarvan aan kan. En ik heb dus dit topje. En ik vind hem echt heel leuk met een broek die nog komt. Ja, ik vind hem echt heel schattig. En dan heeft hij gewoon van die dunne touwtjes. En ja, die knoopjes hierboven maken het dan gewoon heel schattig of zo, vind ik. Ik heb ook boobtape besteld. Dus die zou ik er eventueel onderaan kunnen, zodat je geen BH-bandje ziet. Nou, aan de achterkant is hier dan nog wat gesmokt. Dus dat is dit schattige topje. Hij ziet er echt cute uit. Deze heb ik wel in een maatje 34. Zit hier nog een rits of zo? Nee, maar hij rekt trouwens heel erg mee. Dus dat is ook niet nodig. Dus maatje 34. En deze die kost €27,95. Dan het topje. En die vind ik echt heel erg leuk. Ik moet zeggen, als je een huidskleurige BH eronder doet, dan kan het op zich wel. Maar hier heb ik dus geen BH-bandje. En dan vind ik dat toch mooier. Dus dan zou ik er met mijn verjaardag geen BH-bandje onder doen. Maar kijk nou hoe leuk deze outfit is. En hij zit ook echt mega lekker. Dus ik vind dit topje echt heel leuk. Echt heel schattig. Ik zou wel gelijk de broek laten zien waarin ik het in gedachten had. Dat roze topje lijkt me dus heel erg leuk boven deze broek. Het is een witte pantalon, wederom. En hij is gewoon ja, heel erg mooi. Weer lekker loose fit en wijd. En dan heeft hij aan de onderkant nog wel een vouw. Dus ja, iets chiquer of zo. Voelt ook best wel heel erg zwaar. Dus echt wel goed kwaliteitje. En ik vind sowieso de broeken van Naked heel erg fijn. Maar dit is hem. Gewoon echt een basic witte wijde pantalon. En dit had ik nog helemaal niet. Dus dat vind ik altijd wel fijn om te hebben. Van Hannah Kea Naked, die collectie. Sowieso altijd hele mooie collecties. Dus dat is deze witte lange wijde pantalon. Oh, en deze heb ik in een maatje 36. Hij kost €55,95. En dan de pantalon. Die zit ook gewoon echt heel mooi. Hier ook gewoon lekker. En voor de rest is het model ook heel mooi. Weer perfecte lengte voor mij. Ik ben dus 1,69. Dus ja, echt heel mooi vind ik hem. Dan blijven we nog even in de roze sfeer. Hè? Dit is misschien ook nog een outfit die ik aan zou kunnen doen op de verjaardag. Maar dit is een roze blazer dress. Met echt gigantische pofmouwen. Ik dacht, dit is wel heel feestelijk. Dus misschien heel leuk om aan te doen. En ik zat ook nog wel te denken van, stel je hebt dat feestje gehad. Doe je hem daarna nog aan? Nou, niet per se. Maar misschien als je nog een bruiloft of zo hebt. Dan is dit altijd gewoon leuk en handig om te hebben. Dus het is gewoon een blazer dress. Gewoon een jurkje. En dan heeft hij knopen aan de voorkant. En dan echt gigantische pofmouwen. En dit is dan wel heel strak, zeg maar, die mouwen. Ze zijn buiten aan het zagen of zo, of schuren. En dat hoor je echt heel goed. Dus sorry als je dat hoort. Kan er helaas niks aan doen. En deze die kost €61,95. En dan dus de roze blazer dress. Hij zit echt perfect. Ik vind hem zo leuk. Ik vind die zwarte laarzen er dan niet zo leuk bij. Want dan maakt het heel hard. Dus ik zou er zelf witte hakjes of zo onder doen. Of gewoon enkel laarsjes. Maar ja, kijk nou hoe leuk dat pofmouwtje is. Het enige nadeel aan het jurkje is dat die mouwen hier heel strak zitten. Dus als je zeg maar beweegt hierin, dan knelt het letterlijk je aderen af, zeg maar. Dit is echt heel strak. Dus ja, ik kan het zeg maar niet hoger doen dan dit, want dan knelt het gewoon helemaal af. Maar voor de rest vind ik hem wel heel leuk. Dus als je gewoon de hele avond zo niet te veel hoeft te bewegen met je armen, dan is die echt heel mooi. En dan is een maatje 34 voor mij ook echt perfect, want hij zit echt gewoon perfect. Gewoon echt zo leuk. En de lengte aan de achterkant ook. Gewoon heel goed. Dan dacht ik, misschien is dit wel heel erg leuk onder dat roze blazertje.
Dus ik heb echt mega laarzen besteld. En ik hoop dat dat leuk bij elkaar staat. Als dat niet leuk bij elkaar staat, is het ook niet erg. Want deze laars kun je echt overal onder dragen. Ik ga ze nu laten zien. Het is echt een mega doos. Oh, zo mooi. Hoe mooi is dit ook met een witte of zwarte blazer dress. Gewoon heel chic. Dit is de laars. Hij heeft ook wat van die blokhakken. Nou, niet per se blok, maar wel wat breder. Dus dat loopt denk ik wel echt heel fijn. Een puntneus. En dan is het voor de rest, ja, is dit krokodil of slangen? Geen idee. Uiteraard nep. Maar zo'n printje erin. Dus hij is niet een en al zwart, maar er zit wel een printje in. Ik vind dit echt heel erg mooi. Echt een hele grote lange laars. Als het goed is komt die, nou ja, over je knie net heen, zeg maar. Of tot je knie. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze aanstaat. Maar het ziet er echt super freaky uit. En hiermee kun je echt je outfit helemaal upgraden. Dus deze. En ik heb ook altijd een maatje 39. Dus ik denk dat het wel moet goed gaan. Heel blij met deze laarzen. Dit moet je gewoon in je kast hebben. Oh, ik zie dat deze van de duurzame collectie is van Naked. Het is van de gerecyclede collectie, zeg maar. Dus dat vind ik wel top. Hij valt inderdaad tot je knie en hij kost €77,95. En dat vind ik persoonlijk echt wel heel erg meevallen voor zo'n mooie laars. En hij ziet er qua kwaliteit ook echt super stevig en goed uit. Dus. Dan dus de schoenen en oh my god, die zijn zo leuk. Je kan er echt super makkelijk op lopen. En ze lopen echt heel fijn. Dus ik ben hier echt mega blij mee. Echt prachtig. Dan kom ik alweer aan bij het laatste item van deze Naked shoplog. En dat is echt heel simpel. Een grijze pantalon. Deze shoplog ben ik wel heel erg van de pantalonnetjes. Maar dat had ik eigenlijk nog helemaal niet. Ik heb heel veel spijkerbroeken. Maar nog niet van die losse pantalonnen. En ik vind dit echt super chill om te dragen met een witte kool. Of gewoon een leuk truitje of zo in de winter. Dus dit is hem. En hij is gewoon echt mega simpel. Maar ik vond hem echt heel erg mooi op de site eruit zien. Dit heeft dus een elastieke band aan de bovenkant. Je hebt ook zakken aan de zijkant. En voor de rest loopt hij gewoon wijd en lang uit. Gewoon heel mooi. En wederom lijkt het weer een beetje op dat linnen stofje, maar dan in het grijs. Dus ja, ik vind deze echt heel mooi. En ik denk dat deze zo chill zit. Heel leuk met een wit kolletje en witte gimpen eronder. Deze heb ik in een maatje 36. Dus hier ben ik echt mega blij mee. En dit had ik echt nog niet. Oh, toevallig op de site draagt ze het ook met een wit kolletje en witte sneakers. Zo, pardon. Deze heb ik in de... dat heb ik al gezegd. Deze kost €44,95. Dan de grijze pantalon. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Hij zit echt mega lekker. De lengte is echt perfect. Hij zit gewoon lekker stretch. En voor de rest zitten er ook nog zakken in. Dus ook heel erg leuk met deze witte body. En dan is dit alweer eigenlijk de mega snelle... Ja, nou ja, snel niet per se, maar ik heb gewoon dure items uitgekozen. Dat was alweer deze shoplog van Naked. Een beetje herfst-inspired dus, want het is niet per se iets wat je in de zomer kan dragen. Vergeet dus zeker niet de kortingscode DELVER20 voor 20% korting bij Naked. En dan kun je ook even je herfstgarderobe al inslaan, want een nieuwe collectie staat er al op. Sowieso deze tijd komen de nieuwe herfstcollecties erop. Tenminste, dat is vaak zo. Om deze tijd. Ik heb altijd in de kledingwinkel gewerkt en dan waren we nu echt al bezig met herfst- en winterkleding. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Check dus even de beschrijving voor de linkjes. Daar staat ook nog de kortingscode mocht je hem terug willen zien of vergeten. En bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot de volgende video. Doei!